Ik ben Elisabeth en ik ben marketingmanager bij VRT. Wij zijn verantwoordelijk voor de merkenstrategie bij VRT. En wij zorgen ervoor dat elk van onze merken een duidelijke merkpositionering heeft. Dat die er goed uitzien, die merken, dat die er fris overtuigend uitzien. Dat die een duidelijke merkidentiteit hebben. En daarnaast staan wij in voor de hele vele marketingcampagnes en merkbelevingsacties die we doen voor de vele prachtige merken hier in huis. Dat gaat van het installeren van een nieuwe baseline voor een merk, zoals bijvoorbeeld Elke Dag Telt voor Twee bij Radio 2. Dat gaat over het ontwikkelen van een nieuwe merkidentiteit voor merken, zoals we nu bij de herlancering van VRT Nu naar VRT Max hebben gedaan. Het gaat ook over het helpen mee in de markt zetten van de leuke netacties, de merkacties die leven, zoals in de Strafse School, bij M&M bijvoorbeeld, of Snippet van Ketnet. En dan gaat dat naar de hele grote projecten waar de hele VRT aan meewerkt, zoals de campagne die we nu aan het voorbereiden zijn voor het WK. Of natuurlijk de Warmste Week, die ook elk jaar een heel groot hoogtepunt in ons marketingkalender is. Het project waar we het afgelopen jaar heel zwaar op gewerkt hebben, is de nieuwe merkenstrategie met de rebranding van VRT als grote uitkomst. We doen dat omdat we het in de eerste plaats de mediagebruiker gemakkelijker willen maken en hem duidelijk willen maken dat alle fijne content, acties, mensen die hier werken, dat die tot één grote familie horen, VRT. En we willen daar ook met de nodige trots over kunnen communiceren. En mensen ook helpen bij het makkelijker vinden van al onze straffe content. Op die twee duidelijke platformen, twee duidelijke submerken, VRT Max en VRT Minutes. Ah, kombucha uiteraard, ja. Ik heb zelf een hele grote kombucha kwekerij in mijn keuken staan. Tot ergernis van mijn gezin, want die vinden dat stinkt. Ah, nee, dat kan ik niet zo kiezen. Ik woon al heel mijn leven lang in centrum Brussel, maar heb net samen met mijn lief een boerderijtje gekocht, helemaal op de buiten. Maar bon, laten we zeggen dat mijn roots en mijn hart deep down in Brussel liggen, maar niet tegen mijn lief zeggen. Ik zeg concert, omdat iedereen daar met dezelfde doel, dezelfde passie staat. Je voelt misschien nog meer eensgezindheid op een concert. Moeilijke keuze, maar ik ga voor bussen. Omdat je daar midden in het dagelijks leven van de mensen zit. Het is een heel goede plek om jongeren te bereiken. Ook in die stedelijke omgeving heb je heel veel visibiliteit. En ik ben all voor duurzame mobiliteit, dus het is ook wel tof om daar dan aan mee te kunnen werken. Ik zou wel eens een dag willen werken op de redactie van Nieuws, Nieuws, Nieuws. Ik heb zelf een tienerdochter en ik zie maar al te goed hoe goed dat ze in dat team begrijpen, hoe tieners in elkaar zitten, dat ze tieners echt door en door kennen. Ik zelf snap niks van mijn tienerdochter, dus ik denk dat het een heel leerrijke ervaring zou zijn om daar eens een dag mee te mogen werken.